Mijn beste vrienden, Paramaribo groet u met een Grand Brasa straight from the heart, yes. En ik meld u op 1 juni dat wij in Suriname geterroriseerd worden door één epidemie. En die heeft tot gevolg dat wij de pandemie niet kunnen beheersen. Zowel op topniveau als op ground level zero, grassroots. We kunnen die pandemie niet beheersen. We kunnen eigenlijk niks beheersen. Maar die ene ziekte heb ik niet genoemd. De epidemie. Epidemie is een domheid, beste vrienden. Onnozelheid, domheid maakt dat we niet in staat zijn om juiste, correcte beslissingen te nemen voor pak een beet, 500.000 mensen. Nee, we zitten constant in de stront te draaien. Beste vrienden, het begon 50 jaar geleden toen men sprak over onafhankelijkheid van Suriname. Op dat moment was 99% van Suriname gewoon onontwikkeld. Onderontwikkeld. Het grootste deel was analfabeet. De kerken hadden het te zeggen. Die brachten een beetje ontwikkeling in het binnenland enzovoort. Maar voor de rest, uno ben sabi. Uno ben sabi niks. Mensen als die Bruma en Aaron worden heilig verklaard. Niet wanneer je nadenkt wat voor ellende men heeft veroorzaakt. En in wat voor stront men Suriname heeft geplaatst. Want we spraken over onafhankelijkheid, terwijl niemand wist wat dat inhield. En ze hadden wel, we gaan die mensen scholen en ze ontwikkelen. Jij kan dat niet, want die mensen moeten kunnen denken. Wanneer je het denkniveau van mensen hebt ontwikkeld, dan kunnen ze zelf beslissen. En dan is het een echte strijd. Je kreeg onafhankelijkheid met één stem meer in het parlement. Toen heette het het parlement. En die stem was van meneer Hindori. Eén stem meer onafhankelijkheid. Ben je gek in je hoofd? Domheid, beste vrienden. Domheid. Ze hebben niet nagedacht, want ze konden niet nadenken. Hun denkvermogen was beperkt. En die beperking, die zie je nu, 46 jaar later, na de onafhankelijkheid, zie je die beperking van ze floreren in een land dat zichzelf niet kan onderhouden. Een land dat nog steeds afhankelijker is dan ooit. Dat is wat je ziet. En elke regering die komt, etaleert deze onnozelheid en deze domheid op een verschrikkelijke manier. En nu, en ik, wij kunnen dit zien. En we moeten blijven kijken. Blijven zien. En we mogen niet zwijgen. Suriname Unite is het beste wat ons zou kunnen overkomen. Wanneer we er niet de dommerken allerlei geintjes uithalen alleen om macht. Beste vrienden, ik ben degene die het constant heeft over het zijn en het hebben. De politiek in Suriname wordt gedreven door het hebben. En dat is de grootste fout, want in het leven gaat het niet om het hebben, maar om het zijn. Ik ga met u verder in de volgende video. Devi rustig. Noem ik nuance met jou in de gwe. Dan denk je bright. Suriname Unite is de enige oplossing. Trawang Nodé.
Tot later. Barabari, bon groet u.